Speculeren dan dit kan je niet bedenken, want ik sta hier met mijn voeten in een eeuwenoude steeg van Amsterdam. En toen heette de steeg ook geen steeg, maar die heette gangen, want ze waren zo smal als dit. De krottenbuurt van het Joodse deel van Amsterdam. Hier wonen de allerarmste Amsterdammers, met soms wel 10 mensen in één zo'n woninkie. En dit zijn er 1, 2 naast elkaar. En daarachter zie je weer de zijmuur van 2 anderen die aan de gang lagen hiernaast. Het was geen raam, het was vochtig. Je ziet, de gracht was vlak in de buurt. Dus het was hier heel slecht toeven. En veel mensen die overleefden er niet. In 1594 was de wijk nog een haveneiland voor de bouw van binnenvaartschepen. Een eeuw later, toen de scheepsbouw werd verplaatst naar de nieuwe eilanden Wittenburg en Kattenburg, ontstond een bedrijventerrein met krotwoningen voor de Joodse armen. Het bijzondere is hier is dat je de hele opeenvolging hebt van het gebruik van dit terrein. Want in feite, dat zou je nu niet zeggen, sta ik nu midden in de Uilenburger Gracht. De gracht die achter mij zichtbaar is. En de oorspronkelijke oever van het scheepsbouweiland liep ongeveer aan het einde van wat we hier zien aan gang. En is allemaal aangeplempte grond. En hier buiten, als ik over deze kade heen stap, eigenlijk de gracht in, loop ik nu op een aanplemping van kort na 1800. En wat ze gedaan hebben, ze hebben hier een houten vak getimmerd. Hier is een wand te zien. Hier is een oeverlijn. En hier hebben we een wand. En dit vak is volgestort met grond. En zo hadden ze weer een stukje land van 4 meter extra. De Krottenwijk werd pas in 1930 gesaneerd, maar veel voorwerpen zijn er niet gevonden. Mensen waren zo oud dat ze alles tot het einde toe gebruikten en maar heel weinig afval hadden. Maar hier daarvoor zie je bijvoorbeeld een rechthoekige bak. Dat is in feite een waterkelder die in die steeg was ingegraven, maar die werd ook gebruikt als wc. De vondst is vanaf morgen alleen nog op foto's op de site amsterdam.nl te zien. Dan wordt de kuil namelijk dichtgegooid voor de bouw van nieuwe woningen en een hotel.